Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Minecraft tutorial. Vandaag gaan wij weer een auto maken. Een beetje een hot rod type auto. Dus we maken eerst maar eens weer even met koolblokken de wielen. En dan plaatsen wij drie blokjes vanaf... Oh, dat is fout. Er zit vier... Nee, drie blokjes tussen de koolblokken dit keer. Weer een ster van voren... Twee sters van achter op de wielen. En dan twee sters zo. En twee sters ondersteboven. Dat het er ongeveer zo uitziet. En van boven ziet het er dan zo uit. Dan drie laagjes sneeuw hier. 1, 2, 3. Hier aan de zijkant komen slabs. En in het midden komt gewoon opvulling. En hier komen twee slabs. En daarop een anvil. Dan heb je dit al een beetje. Slabs over de ups en downstairs. En dan sneeuw. Plaatsen zoals dit. Wat we nu gaan doen is de iron pressure plates op de wielen leggen. En dan de item frames op de wielen. En dan mooie cd'tjes erin, zodat het lijkt alsof het net echte wielen zijn. En dan heb je mooie wielen. Wat we nu nog gaan doen, is hier een mooie railsje leggen met een mooie minecart. Zo, en dan de minecart erin. We hebben nog een item frame nodig. En een cd. Als stuur. En je zou natuurlijk van achter nog even een mooie sign kunnen toevoegen met je naam of de auto, de auto's naam. Ik noem hem in dit geval The Ice Car. Geen idee waarom, omdat het kan denk ik. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dus ja, dit is dan een beetje je auto. Zo ziet het eruit, dat is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Dus bedankt voor het kijken naar deze Minecraft tutorial. Hoop dat je het leuk vond en tot ziens!